Hartelijk welkom allemaal goedemiddag. Er komen nog steeds een paar mensen binnen. Uh, we gaan beginnen. Uh, dit webinar wordt opgenomen, zodat uh, het later ook door de mensen die onverhoopt niet kunnen deelnemen teruggekeken kan worden. Uh, mijn naam is Harmke Bekkema, ik werk bij Verbouwstromen. En uh, een warm welkom aan Rijnt en Chantal, die ons vanmiddag meegaan nemen door. Um, de mogelijkheden voor financiering van verduurzaming van woningeigenaren. We hebben dit webinar uh, georganiseerd omdat we uh, veel vragen en belangstelling hebben uh, gekregen voor dit onderwerp en um, het ook een belangrijke voorwaarde is natuurlijk de financiering om uh, verbouwstromen te kunnen starten. Um, Voordat we naar Rijns en Chantal gaan, die ons mee gaan nemen. Eh, langs de huidige ontwikkelingen. met betrekking tot financiering, zowel lenen als leningen als subsidies. Eh, ga ik jullie heel kort wat vertellen over het programma Verbouwstromen. Want wij zijn eigenlijk pas gestart. En het programma is eh, gericht op het eh, creëren. of faciliteren. dat opschaalbare en voorspelbare re renovatiestromen gaan ontstaan. En ik neem jullie even mee langs de kerndoelen van ons programma. Het doel is uh, dat er passende kosteneffectieve verduurzamingsoplossingen beschikbaar komen voor alle type woningen en ook alle verschillende woningeigenaren. En dat die er in 2030 zijn. Vervolgens um, willen wij gaan wij ketensamenwerking organiseren van uitvoerende aanbieders en werken we daarmee aan het vergroten van de uitvoeringscapaciteit door middel van standaardisatie, industrialisatie en procesinnovatie. Zodat er al in 2026 25.000 woningen per jaar verduurzaamd kunnen worden. We richten ons op kwalitatief en goed en opgeschaald marktaanbod beschikbaar voor gebundelde vraag. En voor iedere individuele woning eigenaar. We gaan woningverduurzamen in toenemende mate uh, circulair, klimaatadaptief, natuurinclusief maken en gebruik maken van biobased bouwmaterialen. Dus de energietransitie wordt ook een materiale transitie. En we gaan knelpunten signaleren, oppakken en kansen uh, verzilveren rond uh, de marktontwikkelingen die nodig zijn. Nou, een van de knelpunten die we al een tijdje op het spoor waren, is die financiering. Er gaat heel veel dingen goed, er zijn heel veel dingen mogelijk. Er is ten opzichte van een jaar geleden alweer veel meer mogelijk. Um, maar er zijn nog steeds dingen die geoptimaliseerd en verbeterd kunnen worden. Dus daar gaan we ons ook voor inzetten. Nou, het programma is uh, door vier partners wordt dit uitgevoerd. De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw en Techniek en TKI Urban Energy... En het is een opdracht, die, of een opdracht, een programma wat gefinancierd wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En uh, sommige van jullie kennen misschien het uh, PVGO, dat vorig jaar uh, gepubliceerd is door minister De Jonge. En het programma voor bouwstromen zit eigenlijk in programma lijn 5. Uh, dat tweede blokje wat daar staat, continue bouwstroom. Uh, en innovatie uh, aan, aan, uh, aan zwengelen. Nou, dat is waar het programma Verbouwstromen gesitueerd is, maar allemaal in samenhang met de andere programmalijnen. Tot zover de introductie over verbouwstromen. En dan geef ik heel graag het woord aan Rijnt en Chantal. Nou, dankjewel, uh, Harmke. en ook allemaal goedemiddag. Uh... Wij hopen jullie bij te kunnen praten over in een webinar financiële instrumenten voor particulieren. Ik stip het even aan, VVE's laten we even buiten beschouwing, want dat is dermate ingewikkeld. Nog weer ingewikkelder, zeg maar rustig, dan uh, gewoon voor die particuliere woningeigenaar. Maar ik noem hem wel even, zodat jullie niet denken, hé, hey, ze hebben helemaal die VVE's niet genoemd. Uh, we stellen ons even aan, ons voor, aan jullie voor. Uh, Chantal. Chantal is uh, eigenaar van een financieel adviesbureau, werkt... Heel nadrukkelijk in de achterhoek, met name in de achterhoek, is verbonden naar de AGM, onder andere. Samenwerken van een aantal gemeenten in de achterhoek. En ja, zit heel down to earth, om het zo maar te zeggen. Voert ook zelf financiële adviesgesprekken met klanten, et cetera. Ik ben zelf Rijn Brondijk. Ik werk uh, voor uh, een deel voor SVN, Stimulerend Fonds Volkshuisvesting. Ik ben uh, projectleider van de Aardgasproeftuin. Voor de financiële kant, andere proeftuin, werk ik nog samen. Nou. Uh, ja, allerlei gekkigheid zeg ik altijd, als het maar te maken heeft met duurzaamheid, leven, wonen en financiën. Niet te vergeten. Dus dat zijn wel uh, de belangrijke speerpunten. Naar die energietransitie. Ja, die grote uitdaging ligt natuurlijk voor ons. En. Uh, ik heb de eerste, de, het eerste bullet, de energietransitie, is bedacht vanuit de overheid. met al haar financiële oplossingen. Heel bewust neergezet. Als ik even vergelijk bij mij en mijn eigen gemeente de zogenaamde resten zijn gevormd, de regionale energiestrategieën. En als je dan kijkt hoe de inwoners daarin meegenomen zijn... dan is het toch wel een heel erg eenrichtingsverkeer geweest. De, het is vanuit overheden bedacht. Er zijn een handjevol mensen bij aangesloten. Maar de gemiddelde inwoner is er totaal niet mee op de hoogte. Laat staan dat hij dan straks nog in actie zou moeten komen... en er ook zou moeten betalen. Dus daar ligt nog wel een hele grote uitdaging... Nou, er zijn er allerlei potjes met geld die vanuit Den Haag inmiddels naar gemeenten toegestroomd zijn. De laatste is dan de, de zogenaamde NIP-gelden, Nationaal Investeringsprogramma. Maar zo zijn er natuurlijk etterlijke potjes geweest, ook in die hele energiearmoedeaanpak. Waarbij ja, eigenlijk Den Haag zegt: gemeente, jullie moeten het oplossen, jullie moeten het gaan regelen. En waarbij de gemeenten vervolgens zeggen: ja, hoe gaan we dit nou vormgeven? Hoe gaan we dit nou organiseren? Dus wederom een hele uitdaging. Dat nipgeld, de spuk-nipgel, daar kom ik straks nog wel even op terug. in een vervolg van mijn presentatie. Ja, die particuliere eigenaar, die heeft natuurlijk een hele eigen visie op energietransitie. Gaat hij überhaupt meedoen, gaat hij niet meedoen? Want uiteindelijk is het zijn eigen portemonnee. De eigen portemonnee, die is het belangrijkste. En ik zal je toch een voorbeeld geven. Even uit mijn een eigen praktijk. Ik, ik woon in een huis van 1964. Die is matig geïsoleerd, mag ik wel zeggen. En ik heb zelfs verkeerde maatregelen genomen, ben ik inmiddels achter, omdat ik ook vochtproblemen heb. Nou, ik heb net een heel onderzoek laten doen. En als ik mijn eigen huis nu aan wil pakken naar energie-neutraal, gelijk toch van het gas af. Want als Raar zegt de Groningen willen we graag van het gas af, dan ben ik meer dan een ton kwijt. En dan kun je zeggen: ja, is het dan voor die energietransitie? Ja, dan gaan die vloeren eruit. Maar het gevolg is dat ook de keuken bijvoorbeeld eruit moet. En dan moet je ook de investering van een nieuwe keuken doen. Nou, en ook kun die lijn doortrekken. Hè? Dus met andere woorden, het betalen, dat is nog wel een heel uh, belangrijk dingetje. Dus ik zeg ook altijd, de energietransitie die begint bij betaalbaarheid en bij financierbaarheid. Dus uiteindelijk, ja, je kan het wel willen betalen, maar als je het niet kan financieren, kom je er nog niet. Dus het is toch wel een heel ingewikkeld traject. Wat gaan we doen vanmiddag? Even in een nutshell, even de agenda. Uh, problemen en obstakels. Wat is financieel advies? Subsidie vormt toch wel een apart onderdeel van onze presentatie. De financiële instrumenten. En vervolgens komen we tot een conclusie. En, en uh, ja, wat gaan we dan in het vervolg doen? Ik wil jullie trouwens uitnodigen om vooral in de vragen en antwoorden, de QA, om daarin je reacties te geven. Dan kunnen we ook gelijk erop anticiperen. Dus dat is wel een belangrijk. In plaats van de chat, gebruik de QA. Dat is wel een uh, de oproep aan jullie. Problemen en obstakels. Nou, we hebben net even naar voren gesproken. Ik zie daar GGF voor mezelf even in het beeld staan. GGF, gebouw gevonden financieren. Hoe lang is daar al over gesproken? Uh, hoe lang hebben we al gezegd van dat gaan we, dat gaan we doen? Nu heeft uh, onze vrienden minister Hugo de heeft aangegeven... nou, uh, ik ben voor, uh, ga het verder uitzoeken... En als ik me niet vergis, in 2026 moet het daadwerkelijk uh, gerealiseerd zijn, dan moet het beschikbaar zijn. Nou, dat is nog een heel dingetje van commerciële banken. Zijn het, dat, Volgens naar mijn idee zijn die het er helemaal niet mee eens. En is het helemaal nog niet zo gemakkelijk. En de woning-eigenaar in dit verhaal, als hij dan zijn woning wil verkopen en hij moet dan een schuld mee verkopen, nou dat wordt nogal een aardig dingetje. Nou, dan heb je WOAP, het deventer model, zeg ik wel eens. En dat waarbij je dan de burger, de, de consument, wilt ontzorgen... Ja, uiteindelijk is het toch nog steeds een lening. Het is nog steeds een financiering. En financieren met particulieren zit toch, uh, zit toch een aantal beperkingen aan... met betrekking tot wetgeving. Wat mag wel, wat mag niet. Want we willen natuurlijk met elkaar voorkomen... dat mensen overgecrediteerd worden. Oftewel veel te veel schulden hebben... ten opzichte van wat ze kunnen dragen ten opzichte van hun inkomen. Nou, de woonpas, hè, de baatbelasting, nou. Hoeveel discussies zijn daarover gevoerd en worden er nog over gevoerd? PHW. Nou, de PHW, ik ben zelf betrokken bij een, uh, bij een aardgasproeftuin uit de eerste lichting en nu uit de derde lichting, uit de derde de, de serie, zeg maar even. Ja, Dat hele PHW-verhaal is nu natuurlijk weer inmiddels weer ja, opgeslokt, zeg ik maar even. Dat wordt nu het nationaal programma Lokale Warmtetransitie. Met weer een nieuw bureau. Even een beetje vrij vertaald. Met weer nieuwe poppetjes, met een nieuwe, nieuwe uh, aanpak. Dus. Kortom, problemen, obstakels, er is heel veel gaande in de markt. Maar het blijft een dingetje dat we het uiteindelijk met elkaar moeten financieren. En dan komen we weer bij die inwoner, bij die particuliere bewoner. Die zegt gewoon van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik ben al even bij de bank geweest, maar die zegt dat ik het niet kan lenen. Of ik ben te oud. In mijn eigen proeftuin kom ik iemand tegen van 80 en die zegt ja, het duurt mijn tijd wel uit. Ga ik hier nog in meedoen? Dat. dat daar heb ik eigenlijk helemaal geen trek meer aan. En wie gaat mijn zolder dan opruimen? Nou, Het overzicht, het volgende bulletje. Er zijn veel te veel opties en regelingen. We gaan daar straks jullie voor een aantal in meenemen. Maar er, is natuurlijk, er zijn natuurlijk enorm veel mogelijkheden. En bijna durf ik te zeggen dat er voor iedereen is er wel een oplossing langs de brand. Maar het is wel heel erg ingewikkeld. Het is ingewikkeld voor de hele branche, voor de financiële adviesbranche, voor gemeenten, voor overheden. Voor alle, eigenlijk alle partijen die in die hele markt uh, werkzaam zijn, is het ontzettend ingewikkeld. Er zijn heel weinig mensen die het totaal over zich nog hebben. En dan die burger. Hè, die burger die denkt, ja, waar moet ik dan naartoe? Hè, ik moet naar RVO voor een subsidie. Ik moet naar, voor een lening naar het warmtefonds. Of naar, het, uh, naar uh, SVN. Of, uh, of naar mijn gewoon een reguliere bank. Of kan ik niet beter mijn hypotheek oversluiten? Nou, en daar spreken we ook nog allemaal factaal. We hebben allemaal faktaal. We hebben het zelf niet eens in de gaten. Maar spreken we de taal van de consument? Meestal niet meer. Deels niet meer in ieder geval. En dat schept dan ook... Dat, dan is er ook geen vertrouwen. Hè? Burgers hebben heel snel dat ze dan aanvaken Die zeggen, ja, mooie verhalen van jullie... maar het is maar de vraag of het allemaal goed komt... en of het allemaal klopt. En jullie zeggen nu, je hebt een mooie berekening gemaakt... ik ga zoveel op mijn energienoods hebben besparen. nou, afgelopen jaar hebben we wel iets anders gezien. De maatregelen hebben misschien tot besparing geleid... maar de prijzen hebben ervoor gezorgd... dat ik nog veel meer moet betalen... Dus laat het nog maar even zitten. Nou, dan al die professionals die ook nog niet met elkaar kunnen samenwerken. Ook nog wel een dingetje. Het aanvragen van een lening. Probeer het maar eens. Wie van jullie heeft het wel eens geprobeerd om een subsidie aan te vragen bij RVO? Of een lening aan te vragen bij het Vangstfonds of SVN? Het zijn allemaal onafhankelijke, individuele trajecten. Dus je moet soms voor één keer financieren van je huis, voor het verduurzamen van je huis. Moet je soms bij drie of vier of vijf loketjes zijn. Ik snap het wel dat mensen dan afhaken. En dan wordt heel snel gezegd van ja, eh, mensen zijn wat minder geletterd of hebben te weinig verstand van, van financieren of, of eh, dat soort zaken. Het heeft met je opleidingsniveau te maken. Nou, ik heb eh, zelf ook in mijn adviespraktijk heb ik ook bijvoorbeeld professorenstand gehad. Die zeggen gewoon van nou, jij zoekt het maar uit en jij regelt het maar. Ik heb er drie dingen verdiept. Ik wil mijn drie dingen verdiepen. Ik heb er geen verstand van. Zoek het uit. En anders doe ik gewoon niet mee. Dus dat is wel heel snel de redenatie. Ze weten zelfs hun DigiD niet eens. En dan kun je zeggen: ja, dat moet toch iedereen weten. Hè? Want je hebt dat tegenwoordig zo vaak nodig. Maar het werkt in de praktijk dus gewoon heel anders. Ik, ik draag het stokje even over aan, uh, aan Chantal, volgens mij nu op dit moment. Ik wil nog even weer de oproep plaatsen. Uh, stel je vragen. Stel je vragen in QA. Chantal, pak jij hem ja. over. Ja, even kijken. Oh, wacht even. De, ja, je gaat de verkeerde, de, verkeerde ja, dat, kant af. Eindje de verder. verkeerde kant. <laughs> ja, nee, dankjewel. Um, ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi bruggetje, inderdaad. Uh, Rijnt gaf het al even aan. Uh, ik ben zelf onafhankelijk financieel adviseur. Dus ik zit dagelijks uh, uh, ja, gewoon in de praktijk. En uh, ik denk inderdaad dat alleen als de aandacht is voor het financiële aspect, dat het dan voor de inwoner uh, ook pas echt uh, uh, ja, belangrijk wordt en dat ze dan wat gaan doen. Ik denk dat vooral het doel is hierbij uh, om te laten zien um, ja, dat, wat er allemaal mogelijk is uh, daarin. Wacht even, ik doe de verkeerde bakken. En um, om dat financiële aspect te snappen, um, wil ik eigenlijk een, eerst een klein stuk, een stapje teruggaan om jullie toch even mee te nemen wat is nu het financiële uh, advies. Um, klinkt heel makkelijk, maar daar zitten we eigenlijk toch ook nog best wel uh, veel, uh, veel dingen te maken. Um, we hebben eigenlijk met financieel advies echt heel veel met wetten en regels uh, te maken. Um, en eigenlijk uh, bij goed financieel advies, dat is natuurlijk ook altijd van ja, wat is goed financieel advies? Heb je standaard ook uh, de risico's van de klant die daarin uh, voorbij komen? Dan denken we aan uh, overlijden, arbeidsongeschiktheid, pensioen, al dat soort, soort zaken wordt besproken. Uh, optioneel zou je zelf zo ver kunnen gaan, wat ik zelf altijd wel doe, dat je echt naar het netto besteedbaar inkomen van de klant gaat kijken. Dus wat gaat erin en wat gaat eruit en is iets wel of niet betaalbaar? Dat uh, totale advies in kaart brengen kost gewoon heel veel tijd, want je moet eerst natuurlijk volledig inventariseren. En met de volledige inventarisatie weet waar je beginpunt is en dan kun je eigenlijk pas, uh, pas verder. Chantal, mag ik even jou tussendoor wat vragen? Ja. Wanneer moet je zo'n advies doen? Moet je dat doen op het moment dat je niet genoeg spaargeld hebt om het zelf te betalen... en je denkt, ik wil, ik wil ergens lenen? Of? Nou ja, nee, eigenlijk vind ik dat je uh, altijd dat advies moet doen. Want onderdeel van okay. het advies is, hoe ga je met je spaargeld om? Ik heb uh, ah. op, op dit moment natuurlijk ook al een, een hoop klanten die het uit eigen geld hebben betaald... Uh, wat Rijnd ook al zei: de energienota gaat omhoog. Ze hebben hun eigen geld niet meer beschikbaar, maar moeten nu wel een verdubbeling van de energielasten betalen, en die komen in betalingsproblemen. Um, dus ja, dat is ook de vraag: wat is financieel advies? En, en waar begint het en waar stopt het? En waar zit het middenin? Voor de meeste uh, mensen is het heel praktisch als ik een woning ga kopen. Weet ze ook, ik krijg compleet financieel advies en ga dat hele traject door. Maar eigenlijk zal dat veel vaker en misschien in, in kleinere maten ook, maar het zal veel vaker voor moeten komen. En zelf voor huurders. Uh, want die hebben natuurlijk ook risico's als ze uh, um, arbeidsongeschikt worden en al dat soort zaken. Ja, dus vandaar. dat ja, meestal zie je volgens mij dat mensen eerst gaan kijken, nou, hoe wil ik mijn woning verduurzamen? Wat wil ik doen of laten doen? En ja. dat ze dan pas kijken, oh, wat moet ik dan betalen? En uh, uh, wat, wat, wat heb ik dan eventueel aan restfinanciering? Ja, dus, ik eh, ervaar zelf, omdat ik bij eh, het energieloket Agem in Achterhoek ook wat wijkaanpakken aanpakken zit, zie ik eigenlijk wel twee doelgroepen ontstaan. Eentje inderdaad die zegt, ik wil eerst weten wat kost het me... En kan ik het betalen? Maar er is ook zeker een doelgroep die zegt... ja, maar ik wil eerst weten, kan ik het wel betalen... voordat ik die offertes ga aanvragen? Ja, uh, ja. En daar heb je het eigenlijk al. heb je twee doelgroepen... en die moet je op een andere manier gaan, uh, gaan bereiken uh, daarin. Excellent. Ja, ja, ja en het is inderdaad... we hebben natuurlijk met heel veel wetten en regels te maken. Um, en we hebben toezichthouder AFM. Um, ik heb mijn eigen vergunning. En ja, dan moet je ook gewoon aan veel regels voldoen... Um, Uiteraard is dat ook logisch, maar daardoor geeft het ook wel een drempel uh, daarop. Plus, je hebt altijd nazorg. Dus als je, in je met je klant een, in gesprek bent geweest, moet je ook altijd die klant uh, nazorg uh, wettelijk verlenen. En eigenlijk is het zo: als je iets van advies geeft, is het nu altijd nog volledig advies. Er is eigenlijk nog niet echt een deeladvies. Uh, en daarmee heb je eigenlijk een heel groot uh, prijskaartje. Wil je wel bij aanmerken, er is vanuit de AVM een. Dienstverlening op maat, maar die is inderdaad vrij uh, lastig ook daadwerkelijk in de praktijk aan te uh, bieden, zeg maar. Uh, ja. En wat je veel natuurlijk in die energietransitie ziet, is dat inderdaad uh, als je naar het netto besteedbaar inkomen kijkt, zeggen bewoners wel zelf van ja, maar ik ga toch besparen op mijn energienota. Kan dat dan niet weggestreept worden tegen de eventueel lasten van uh, de financiering alleen? Het kunnen verkrijgen wordt daar niet in meegenomen. Dus dat is ook natuurlijk een veelgaande discussie uh, daarin. Ja. Dat je dat niet direct mee mag nemen. Um, in principe, wat ik altijd zeg: als je een woning koopt, weet iedereen dat dan ga je dat volledige advies in. Dat is uh, eigenlijk vaak inclusief bemiddeling, dus dan is het ook aanvragen van de hypotheek of de lening, zit je minimaal op 2500 euro. Maar het is natuurlijk een, een marktwerking, ik zie ook genoeg uh, tarieven van 3500 euro voorbij komen. Maar dat is natuurlijk wel een hele grote drempel ja, ja. om inderdaad voor die bewoner ook al voor dat kleine beetje advies bij te komen. Waar moet ik nou mijn eigen geld gaan inleggen of moet ik toch voor een andere variant gaan? Dus ja. het is juist van hoe komen we die drempel uh, over, zeg maar. Merk je dat ook? Dat dat voor bewoners die dus eigenlijk in een, best, in een woning blijven wonen en willen verduurzamen, dat het een drempel is om te investeren? Want ze moeten dan dus geld betalen voor dat financiële advies. Ja, ja. ja. ja dat is uh, zeker, denk ik nu wel, er is altijd een doelgroep die de weg naar een financieel adviseur kent. Uh, en ik denk dat uh, de eerste doelgroep die heeft het toch al gedaan of had voldoende eigen middelen. En dat we nu wel bij bewoners komen die eigenlijk niet de weg naar, in ieder geval een onafhankelijk financieel adviseur goed kent. Um, inderdaad, dus daar is het wel uh, zeker drempelverhogend en ja, als dan die tarieven worden rondgeslingerd ja, dan snap Eén ik moment. dat dat afhaakt ja. uh, Chantal, je bleef even hangen oh. dus het, okay. de, de laatste drie zinnen die je oh. hebt gezegd die moet je, dus, uh, jij, uh, volgens mij waren we bij um, dat je zei het is een drempel um, en wat je ziet, dat, jij zei sommige mensen weten de weg naar de financiële adviseur goed te vinden ja, maar ik denk dat je nu vooral bij een doelgroep komt die ook juist die weg niet goed uh, weet te ja. vinden. Ja. En als ze dan inderdaad dat algemene prijskaartje zien, ja, dat ze dan zeggen van ja, dat is het voor mij niet waard. Want vaak zie je pas als je het advies hebt gekregen, hoeveel waard het uh, is geweest, zeg maar, daarin. Ja. 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 En uh, ja, dan zitten we inderdaad uh, ook nog een stukje mee, maar dat ga ik al wel wat diepte in, uh, maar bij concept. Krediet. Dus dat zijn veel leningen die je bijvoorbeeld uh, via een SVN of een warmtefonds kan aanvragen. Dan ga ik dadelijk allemaal nog op de inhoud in. Zit je met de vergoeding daarin voor financieel adviseurs? Er uh, is een andere wet, de WFT-conceptief. En in principe zit op conceptieve kredieten normaal provisie waaruit een adviseur betaald zal worden. Maar dat zit bij die producten niet. Dus dat zijn ook echt wel de, de, de struggles waar financieel adviseurs tegen uh, aanlopen op dit moment. Ja, dat zij geen vergoeding kunnen vragen voor het advies. Ja, dat is in ieder geval niet duidelijk genoeg gecommuniceerd of dat wel of niet mag. En als je voor je eigen vergunning zit, um, ja, het wordt altijd een beetje over en weer een discussie. Maar ik spreek eigenlijk uh, wekelijks adviseurs die ook daarmee uh, de struggle hebben en het daardoor maar niet gaan doen. Um, ja, en wat je eigenlijk dus inderdaad, wat ik nu dus heel vaak in die uh, wijk aanpak, ook hier in obstakels en uitdagingen tegenkom, is toch. Um, de ISDE-subsidie dat die voorgeschoten moet worden. Um, dus ja, A, hoeveel krijg je überhaupt? En um, wanneer krijg ik het terug? En dan moet ik het dus eerst zelf betalen. Uh, bij wijkaanpakken zit je natuurlijk soms met wijken in koopgrandbepalingen waardoor het een en ander ingewikkeld kan worden. Uh, nou ja, inderdaad, uh, hoe leg je uh, de combinaties met alle uh, regels en, en, en subsidies die er allemaal zijn? Want het zijn net allemaal andere voorwaarden. Volkshuisvesting, uh, subsidie, ISDE-subsidie. We gaan er dadelijk allemaal nog de diepte in, maar om te laten zien, dit zijn echt dagelijkse praktijkzaken waar we tegenaan lopen dat het gewoon niet meer te overzien is. Uh, de, de financiële brands die pakt het. Ik heb er nu tussen haken zegt nog niet op. De afgelopen jaren eigenlijk helemaal niet. Ik zit hier al vier, vijf jaar heel actief bezig. Toen was er natuurlijk nog een hele andere markt. Nu valt de oversluitmarkt en de koopmarkt valt een beetje stil. Waardoor ze toch wat meer geïnteresseerd worden. Maar ja, dan is het inderdaad van ja, zit er ook een verdienmodel voor de financieel adviseurs in. Um, en inderdaad, ja, als je geen inzicht hebt uh, um, of uh, consequenties bijvoorbeeld over dat spaargeld, dan heb je dat ook mogelijk over consequenties in de toekomst. Dus het is heel ad hoc en het is niet als één geheel wat nu nog echt samen wordt opgepakt. Zeg maar. Nou, waarom is volgens mij een financieel advies zo belangrijk dat je een totaaloverzicht krijgt van alle opties? Uh, en dat je dan dus ook makkelijker kunt bijsturen in de toekomst. Dus je kan nu inderdaad wel dat geld hebben. Maar als ik ook een uitstapje maak naar de toekomst van die inwoner, kan ik wel zeggen van ja, je hebt eigenlijk dat geld dan had nodig. Dus misschien moet je het zo doen en zo doen. En verandert die toekomst, dan kun je ook weer makkelijker bijsturen. En wat ik net ook al zei, de klanten die het hardste nodig hebben, uh, die zie je eigenlijk nu de weg niet kennen naar het financiële advies. Um, en die maken misschien dan daardoor juist de verkeerde keuzes. Um, en, maar misschien ook wel andere, want ik hoorde net Reint ook al zeggen... van ja, ik heb misschien ook de verkeerde keuze gemaakt in de investering. Ik denk zowel verkeerde keuzes als investering, maar ook verkeerde keuzes in financieel. Ja, je ziet het gewoon heel vaak inderdaad. De verkeerde lening, de verkeerde hypotheek aangevraagd, al dat soort zaken. Um, daarnaast heb je ook nog de ja, formulierenbrigade... Um, dat, dat bestaat natuurlijk al wel, maar je merkt inderdaad, uh, de, de bewoners of inwoners, ja, ik zeg altijd vanuit mijn werk klanten, dus dat zal een beetje door elkaar lopen. Maar met klanten bedoel ik ook de inwoners natuurlijk. Die zullen echt hulp nodig hebben, een groot deel, voor het aanvragen en invullen van alle uh, uh, leningen en subsidies. Met een beetje pech moet een klant, als hij niet zo heel veel bijzonders wil, uh, al gauw voor vier accounts inloggen. Uh, en dat is echt niet overdreven. Uh, dus ja, als je al voor vier verschillende accounts en daar verschillende papieren moet aanleveren, dan kun je nagaan dat misschien enige uh, hulp en ondersteuning gewenst is. Uh, dus ja, eigenlijk gaf ik het net ook al aan. Volgens mij is het juist belangrijk dat het uh, financiële advies geïntegreerd gaat worden bij het verduurzamen. Uh, wat je nu ziet, is dat het eigenlijk vaak echt los van elkaar staat. Wat Harmke net ook al aangaf, van ja, er zijn mensen die gaan dan eerst kijken: wat kan ik uh, of wat, wat kost het mij iets? Uh, in wijkaanpakken zien we dus ook echt een groep die eigenlijk liever eerst wil weten: kan ik financieel iets? Of zelfs denken van: ik kan financieel niets, dus ga ik ook maar niet die offertes aanvragen. Uh, dus het is eigenlijk twee lijnen heb je daarin energieadvies en financieel advies en ergens komen die elkaar tegen en is het ook een wisselwerking want misschien wil je iets voor 30.000 maar kan je iets voor 25.000 dan zal dat ook weer op elkaar aangepakt moeten worden zeg maar dus ik denk als dat in die klantreis echt geïntegreerd gaat en dat daar een samenwerking is dat daar veel meer in mogelijk is er zijn al een aantal opties dit is eigenlijk waar ik ook al veel mee samenwerk is bij wijkaanpakken vooral uh, toch een soort collectieve financiële informatie. Want bij financieel advies moet je dus altijd heel duidelijk de scheidslijn leggen tussen informeren en adviseren. Want als je iets van een advies geeft, moet je dus dat verplichte adviesrapport door. Uh, en informeren is dus echt alleen informeren over de opties. Advies zit echt op het vlak, als jij gaat zeggen, voor jou is dit de beste optie, dan zit ik op het, op het advies en dan heb je dus een. Uh, ja, Grote pakket, zeg maar daarin. Maar bij een wijkaanpak zou je dus een soort algemene uh, presentatie kunnen doen. Een deel wat wij hier ook doen uh, op de financiële instrumenten, wat er allemaal is. En het doel daarbij is natuurlijk om drempels te verlagen. Dus niet om mensen direct in die hoek te drukken, maar dat ze wel weten: heb ik echt alles onderzocht en uh, ben ik niet wat vergeten? Um, dat zou je natuurlijk ook per uh, ja, een soort inloopspreekuur per klant kunnen doen. Dus dat je niet gaat adviseren, maar gewoon zegt van dit is er allemaal. Maar dan kan de klant al wel zelf iets meer uh, ja, vragen van wat, wat, zal, uh, wat speelt er allemaal uh, daarin. En waar wij nu eigenlijk mee aan het, uh, ja, aan het uh, uitproberen zijn, is toch een soort financieel maatwerk informatie. Dus het blijft allemaal op de informatiekant, omdat dat totale financiële advies te groot is. Hopelijk komt er in de toekomst wat anders voor, maar dit is puur informeren. Maar dan ga ik dus wel kijken, echt op basis van specifieke klantinformatie op het inkomen, op de waarde van de woning, voor welke producten en mogelijkheden komt die klant in aanmerking. En dan zie je dus eigenlijk, wat Rijnt ook al aan het begin zei, bijna elke klant kan wel iets. En dat is denk ik echt de boodschap. We moeten allemaal weten, er is echt veel meer mogelijk. Um, dat is ook eigenlijk de, de volgende sheet. En we moeten voorkomen dat die klant uh, onnodig afhaakt. en dat ze die klant op het juiste spoor gaan zetten. Dus met die eerste stappen zou je dat al kunnen bereiken. Ik ga ervan uit, ik uh, kan zelf de vragen niet zien, maar dat er geen, uh, geen vragen zijn. Uh, er zijn zonderstandig... heel veel vragen, maar die beantwoord ik ook, uh, Chantal. Oh, kijk. <laughs> het is uh, zo stil. Normaal krijg je <laughs> altijd wel wat, inderdaad. Maar uh, helemaal, helemaal super uh, uh, daarin. Er zijn heel veel zaken tussendoor zijn heel veel zaken die nog in onze presentatie voorbij komen. Oh, kijk. Nou ja, dan, dan is er in ieder geval genoeg reden om te blijven uh, hangen dat het allemaal uh, nog voorbij uh, komt. Ja, we hebben heel even een soort, uh, ja, soort processchemaatje gemaakt. De bedragen zijn fictief, misschien wel compleet uit verhouding. Uh, maar het gaat even om wat misschien wel gewenst is. En dan heb je eigenlijk weer dat stukje. Um, er komt op een gegeven moment een bepaalde begroting uit, want dat is toch vaak het uh, punt. Stel dat dat is 30.000, dan heb je een aantal subsidiemogelijkheden. Het uh, zal niet altijd gelijk zijn uh, per gemeente, maar dat zou je natuurlijk per gemeente kunnen uitviguleren. Uh, en dan weet je, de begroting minus de subsidie is de financieringsbehoefte. En die financieringsbehoefte, het is eigenlijk al ook weer een inkijkje in het volg van de presentatie, zijn de vier opties die daaronder uh, staan. Um, maar dan lopen we eigenlijk al heel gauw naar een probleem en dat is inderdaad die uh, 4000 die is er nu nog niet en in, in heel veel gevallen is dat bedrag voor de bewoners ook allemaal onbekend want je hebt wel wat rekentools alleen het is toch nog best wel een hele kluif om die ICE uh, uh, subsidie aan te vragen inmiddels ben ik zelf ook tussenpersoon bij RVO dus vraag ik het regelmatig aan voor klanten. Heb je alleen simpel wat isolatiemaatregelen, dan gaat het wel... maar kom je wat meer in, in kozijnvervanging, isolatie en al dat soort zaken, wordt het best wel heel erg lastig uh, daarin. Maar stel je nou... bedoelt, Chantal, dat het uh, geld pas achteraf uitgekeerd ja. wordt, hè? Dus dat ja. die, die 4.000 euro, die moet echt voorgeschoten worden. Moet door echt de voorgeschoten worden. Ja. Dus eigenlijk moeten eerst 30.000 op tafel komen... want die rekening, die krijgt, krijgt de klant... En die moet betaald worden. En die 4000, ja, dan is alles al betaald. En dan krijgt die klant het op de rekening. Ja, ja dan gebeurt het ook vaak in de praktijk dat het helemaal niet meer uh, verrekend wordt. En dan is het een leuk extraatje. Maar het kan wel ontzettend drempelverhogend zijn. Om toch uh, uh, verder te gaan met verduurzamen. En zeker als er al een groot vraagteken bij die 4000 euro staat. Want niemand durft dat eigenlijk aan te geven hoeveel geld het daadwerkelijk uh, zal zijn. Want dan moet je ook al echt in die begroting weten... zijn de RD-waardes goed? Is de U-waarde van die deur, valt die eronder? En dat zit vaak in die fase niet. Dus het kan ook zijn dat er een begroting is... en dat die klant denkt dat hij 4000 krijgt... maar alles valt er net buiten en die krijgt het niet. Um, dus daar zie je echt wel heel veel uh, vanuit klant. Echt veel problemen. Plus, als jij uh, 30.000 zou moeten financieren... Dan is het misschien niet mogelijk, terwijl 26.000 wel zou passen. Dus daar zit je natuurlijk ook tegen echt een. En dit zijn nog kleinere bedragen, maar heb je bijvoorbeeld een volkshuisvestingsfonds, dan gaat het natuurlijk met een veel groter subsidiebedrag. Ja, als je dan niet de totale begroting kunt financieren, dan is het een afhaakmoment voor die ja. klant. En terwijl er wel eigenlijk dat geld gereserveerd is voor die klant. Ja, duidelijk. Um, dus ja, dit was al even een klein inkijkje van hoe het grote proces eruit ziet. We gaan nu echt even op alle stappen die we net zagen, gaan we echt inzoomen. Subsidie zou uh, Rijnt weer uh, uh, even overnemen. En daarna kom ik met de andere uh, financiële instrumenten. Ja, het voortrekt, pak ik even over. Het, ik zeg dan maar even het voortrek van het weggeefgeld. Hè, subsidie, ik noem dat het weggeefgeld. Want iedereen wil natuurlijk wel gratis geld krijgen. Dus die subsidie. En dat is precies het onderdeeltje wat uh, uh, Chantal zo net noemde, van wanneer ontvang je dat? Even terug naar welke subsidies zijn er dan? Ja, je hebt de ISDA-subsidies. Nou, ik zag net in de vragen voorbij komen van, waarom zit er nou verschil tussen het aanvraagtraject van een particulier en van een ondernemer? Ja, de RVO heeft daar een bepaalde keuze in gemaakt. Vraag mij niet waarom, maar bij een particulier kun je het pas achteraf aanvragen, terwijl het in de zakelijke markt dat je een voorschot kunt krijgen. Ja, dat is, het is, het is de, de werkwijze van de RVO en daar kunnen we dan niks mee. Net zo goed als dat we gezegd hebben van nou, luister eens RVO, waarom stort je nu niet een x-bedrag bij de gemeente op de rekening en gaan wij het voor jou managen? Nou, dat krijgen we bij de RVO niet geregeld. Dan heb je natuurlijk volkshuisvestingsfonds gelden. De eerste trans is geweest. Er zijn een aantal gemeenten die hebben toch fikse potten geld gekregen vanuit uh, BZK om... Hele wijkaanpakken mee te kunnen uh, financieren of deels mee te kunnen financieren. Inwoners krijgen tot 70% subsidie. Schrik niet hoor. Maar dan ben je met een wijkaanpak bezig. Dan gaat 70% gefinancierd worden vanuit volkshuisvestingsfonds geld. En dan moeten nog 30% met een eigen bijdrage geregeld worden. Die eigen bijdrage, daar ook kan die ISDA-subsidie die kan weer een onderdeel zijn van die eigen bijdrage. Maar moet er wel weer voorgeschoten worden. Nou, dan heb je die spuk-nipgelden. Ik heb ze pas even genoemd. Kijk even naar lokale subsidies. Uh, gisteravond was ik nog bij een wijkbijeenkomst. Toen ging het over monumentale panden. Ja, soms is er voor monumenten ook nog verschillende soorten subsidies vanuit de gemeente of vanuit de provincie. Dus het is heel erg belangrijk om te kijken van welke potjes uh, subsidie weggeeft geld, welke potjes zijn er allemaal beschikbaar en welke kunnen toepasbaar gemaakt worden in die regelingen. Ik werk dus zelf voor een, als projectleider financiën voor de proeftuin. Eerste, ja, de eerste serie, proeftuin Aardgasvrij Wijk in Nieuwborgen. Dat zijn twee gemeenten in, in, de, in de kop van Groningen. Uh, iedereen kent Delfzijl zo'n beetje wel. Denk Loppersum zit er tegenaan. Maar dezelfde gemeente zit erin uh, verweven. Die hebben er trouwens een aantal proeftuinen toegewezen gekregen in de eerste tranche. Had ook natuurlijk te maken met het hele aardbevingsdossier, et cetera. Maar wij zaten in die proeftuinaanpak van Nieuwborgen. Zaten wij ook in die worsteling. Hoe krijgen we het nou geregeld dat we toch die belemmering eruit halen, die drempel eruit halen, om die isde subsidie voor te kunnen financieren? Nou, allerlei wegen gelopen, RVO, et cetera. Maar daar hebben we nu toch een oplossing voor. Daar kom ik zo even op terug. Dat geldt eigenlijk bij de gelden van het Volkshuisvestingsfonds. Gemeenten zitten in een worsteling. Hoe krijgen we dat geld nu bij die inwoner? Ja, op zich kan de gemeente dat natuurlijk doorstorten. Maar die wil ook zeker zijn dat die eigen bijdrage gefinancierd is en geregeld is. Nou, als je dat nog middels één loket zou kunnen doen, is het helemaal klaar. Nou, inmiddels heeft SVM, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting uh, Nederlands Gemeente, waar ook de stadverleningen en duurzaamheidsleningen vandaan komen, die heeft inmiddels een. Ja, een eerste oplossing, zal ik even voorzichtig zeggen, een eerste oplossing voor, voor, uh, voor dit probleem, uh, ja, georganiseerd, zeg maar even, met vergunning van de Nederlandse bank en toestemming en weet ik veel, allemaal gedoe. Maar waarbij we hebben geregeld dat er in ieder geval in die eerste traas van het Volkshuisvestingsfonds onder bepaalde condities en voorwaarden nu een, ja, een mix gemaakt kan worden met lenen en subsidie via één loket via het SVM. Dat hoeft natuurlijk niet. Gemeente Leeuwarden doet het bij mij in de, in de regio, die doet het in een pilot zelf. Maar je hebt nu een aantal gemeenten die uh, in de provincie Groningen bijvoorbeeld, maar ook Lelystad is erover aan het nadenken. Uh, de Parkstad Limburg, Limburgse gemeenten zijn erover aan het nadenken. Om dit toch gezamenlijk te kijken, waar zitten de knelpunten, hoe kunnen we dit organiseren? Zodat dit voor die burger, maar ook voor de gemeente en ook eigenlijk voor alle betrokken partijen, dat het wat eenvoudiger geregeld kan worden... en minder drempels en minder belemmering zal geven. Nou, het is met die spukgelden net zo. Gelukkig is dat met die nipgelden zo... dat de gemeente zelf kan bepalen... op welke manier dat hij dat uitgeeft. Je mag hem wel even een een, een verder doen, uh, Chantal. Wij hebben voor, die, voor het voorfinancieren van die ISD... hebben we uiteindelijk met een advocaatskantoor in Groningen... advocaatskantoor Bout heeft voor ons een... Ja, een modus gevonden op de randjes van de wetgeving, maar het kan op deze manier. En is het een privaatrechtelijke overeenkomst voor terugbetaling, is gekoppeld aan de subsidieverordening. Nou, een beetje een ingewikkelde uh, verhaal, wat heeft allemaal meer met privaat en publiek recht te maken. Maar op deze manier kunnen we zeggen: van de energieadviseur gaat langs bij de inwoner, die maakt een inschatting van hoeveel subsidie krijgt hij ongeveer van, uh, van ISDE, hij gaat daarmee terug en de gemeente. Uh, geeft dan zogenaamde toewijzingsbeschikking af. dat de gemeente uh, bereid is om die subsidie vast voor te financieren. De gemeente geeft dan alleen maar de, de toezegging aan die klant. en die klant kan dan verder in het verhaal. en die kan zeggen: van, luister eens, ik kan nu de aannemer, de installatuur. de isolatieboer, die kan ik opdracht geven om het werk uit te voeren. Op het moment dat hij de nota krijgt, op dat moment is pas, is pas die betaling nodig. En op dat moment kan ook die gemeente dat heel snel voorschieten, omdat die beschikking dus is afgegeven. Waarbij die enwonden tegelijkertijd ook een overeenkomst tekent: dat die zodra die het terugkrijgt van de RVO, ook weer terug gaat betalen aan de gemeente. Nou, er zijn een aantal documenten voor, uh, voor ontwikkeld. Die liggen in principe voor iedereen nu beschikbaar, voor alle gemeenten. Uh, we zijn bezig om ze via WTCG, waar het de transitiecentrum op Groningen die voert, dat voor uh, onze proeftuin uit. Dat is een overkoepelend orgaan van de Groningse gemeenten. En die staat speciaal opgesteld om dit soort zaken ja, te organiseren, zeg maar even. Dan zijn we vanuit de proeftuin er niet, uh, niet mee behept, gewoon uitbesteed, zeg maar. Dus er zijn een hele aantal gemeenten zijn al aangeschreven. Maar goed, je weet niet precies of het op het goede bureau komt. Dus vandaar dat uh, ik het adres hier in de presentatie heb gezet. Je kunt contact opnemen bij, met WTCG, met Martine Niesenk Niesink, op en dan krijg je de, laad, de nadere informatie toegestuurd. Omdat we veel kosten hebben gemaakt, zeg ik er wel even bij: wordt een kleine vergoeding van 1 keer 1500 euro gevraagd. En dan krijg je alle stukken toegestuurd. En uh, WTSG is ook bezig om een webinar te organiseren. om die hele uitleg erbij te verzorgen. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie oplossing is. om toch weer stapjes te kunnen zetten: drempels weg te nemen. in dat hele voorfinancieren van dat ISDE-verhaal, van die RVO-subsidies. Maar het financiële zoorwaarde is voor nagenoeg iedereen te versnipperd om juiste keuzes te maken. Ik denk dat dat het verhaal is. Dan jij hem nu weer over Chantal, ja toch? Ja, ja. ja dat is echt wel het, de praktijk inderdaad daarin. En ik denk dat, dat echt ja, dat wij daar met z'n allen wat aan moeten doen om de, de inwoner mee te helpen. Um, ik ga nu dus inderdaad wat meer vertellen over de financiële instrumenten. We zagen ze net al even in het processchema uh, voorbij komen. Um, volgens mij uh, over het algemeen zijn dat deze je eigen geld, hypotheek, gemeente in combinatie met het SVN en het warmtefonds. En deze kunnen natuurlijk ook met elkaar gecombineerd uh, worden. Uh, een aantal uh, regelingen zijn echt specifiek per gemeente uh, toepasbaar. Dus we gaan hier uh, dadelijk in een aantal uh, voorbeeldgemeentes uit. Dus ja, we, er zitten meerdere gemeentes als het goed is aangesloten. Het is in ieder geval de, de vier opties en de invulling daarvan zal per gemeente verschillen. We hadden het net al heel even in het voorbeeld, inderdaad, met eigen geld. Ja, eigen geld is natuurlijk eigenlijk gewoon gespaard uh, geld kan ook nog dat het misschien uit een schenking of een erfenis komt. Dus ben je inderdaad in, in gesprek met zo'n klant, dan komt in één keer dat boven tafel. Dus dan weet je ook van ja, ik kan de tafel wel of niet voor gebruiken. En ik zeg altijd: is het nu het juiste moment? Kun je het nu missen? Want als dit je spaargeld is en volgend jaar gaat de auto kapot en daarvoor moet je lenen, dan ben je uiteindelijk uh, ja, eigenlijk heel erg dom bezig, want dan is het nog duurder lenen. Um, dus, en dat kan ook soms zijn, ik zie dat mensen inderdaad ook heel graag de verduurzaming in stapjes doen, omdat ze toch het idee hebben om het uit eigen geld te betalen uh, en dan ieder jaar maar iets doen. Um, gelukkig is nu ook met de ISDE-subsidie die twee jaar natuurlijk wel, uh, de twee jaar waarin ze wat mogen doen, versoepeld waardoor mensen wel wat hebben. Maar soms kan het ook wel weer beter zijn met andere subsidies om in één keer die investering te doen. Dus eigen geld is altijd goed als het er is, maar altijd goed nadenken of het het juiste moment is. En dat is niet het financieel advies om te geven, maar om een inkijkje te geven van ja, hoe, hoe moet je alles interpreteren, zodat straks dat ook naar de bewoner toe uh, ja, bedacht kan worden. Zeg maar. Een klein stukje uh, de theorie van de hypotheek, uh, want je, een klant heeft eigenlijk altijd wel een bestaande hypotheek. En als ze een hypotheek hebben, kun je natuurlijk zeggen: Ik ga die verhogen of aanpassen. Uh, daarbij is het vaak belangrijk in de keuze die een klant uh, voor een bestaande hypotheek wel of niet gaat doen. Of de hypothecaire inschrijving voldoende hoog is, of dat er echt een tweede hypotheekrecht moet komen. Een hypothecaire inschrijving is de inschrijving bij de notaris. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een inschrijving is van 4 ton. Maar de hypotheekschuld nog maar twee ton is, dan hoeft die klant dus niet opnieuw naar de notaris en kan opnieuw een hypotheek aanvragen. Maar let op, dat is dus altijd binnen de huidige toetsingsnormen. Ik heb echt al eens klanten gehad die bij me kwamen zeggen, ik heb ho hoog ingeschreven, kan ik mijn geld opkomen halen? Dat is het niet. Je moet wel voldoen aan de huidige toetsingsnormen. En dat is eigenlijk, dat staat al bij het tweede uh, puntje. Um, toetsing op het bruto inkomen, ze noemen dat de LTI, en heeft de woning voldoende waarde. Um, je hebt wel wat extra ruimte voor energiebesparende voorzieningen. In principe is het standaard 9000. Uh, dus stel dat een klant maximaal 2,5 ton kan lenen op inkomen, kunnen ze daar 9000 bij bovenop zetten om toch te lenen. Daarmee wordt een klein stukje rekening gehouden dat die uh, maandlasten van de energierekening wel naar beneden gaan. Uh, maar dat is 9000, dus daar doe je tegenwoordig ook niet zoveel meer voor. Een gemiddelde NAG, 20 jaar rente, zit op dit moment 4,25. Nou, misschien is die al wel gewijzigd. Dat gaat, uh, ik krijg dagelijks uh, wel uh, verschillende mailtjes over uh, stijgingen en dalingen. Dus dit is allemaal een momentopname. Wat uh, voordelig kan zijn, dat je soms meer variatie hebt in keuze van hoe lang zet ik de rente vast en hoe wil ik gaan aflossen? Wil ik nog aflossingsvrij? Wil ik wel of niet aflossen in een kortere periode? verschilt bij per hypotheekverstrek, maar in basis heb je dat wat meer keuzemogelijkheden. Um, dus het kan voor sommige klanten heel erg interessant zijn. Um, aan de andere kant zitten daar vaak wel hogere kosten bij. A, omdat je eigenlijk altijd standaard het volledige uh, advies door moet lopen. Vaak wordt er een taxatie gevraagd. Um, als je een NRG hebt, moet je over de verhoging borstelingsprovisie. Dus de kosten lopen op. Dus heb je bijvoorbeeld een toch een verhoging van onder de 10.000, ja, dan is de vraag of de bijkomende kosten in verhouding zijn, wat dus ook weer een afhaakmoment is voor een klant om niet te gaan verhogen. Um, vooruitlopend, er zijn hier inderdaad uh, uh, wat ontwikkelingen op dat het misschien met een verkort advies zou kunnen, maar zolang het nog niet is, kunnen we het ook nog niet presenteren, dus vanuit nu ga ik eigenlijk uh, daarop uh, achter. Bij banken heb je natuurlijk ook altijd wel te maken met echt specifieke bankvoorwaarden. Bijvoorbeeld hebben ze een BKR-achterstandscodering. Ja, dan kun je het eigenlijk wel uh, helemaal schudden. Dus er zullen een aantal klanten al bij deze variant uitvallen. Uh, uh, dus als dat zo is, dan uh, stopt het voor heel veel inwoners. En uh, eigenlijk wil ik hier bij de volgende sheets laten zien dat het nog niet uh, hoeft te stoppen. Want er zijn ook nog mogelijkheden via de gemeente en SVN. Ik zeg hier gemeente SVN, omdat dat wel een samenwerking is. Ik ga hier nu uit van de gemeente Eems-Delta. Zoals aangegeven zijn er echt verschillende uh, varianten, maar om toch even de verschillen te laten zien. Um, waarom zeg ik de gemeente? De uh, bewoner moet altijd wel via de gemeente een toewijzing krijgen. Op de maatregelen of ze dan inderdaad ook deze lening bij het SVN kan aanvragen. SVN geeft geen advies, die uh, doet eigenlijk alleen de aanvraag uh, van de beoordelen van de aanvraag. Bij EMS-Delta heb je dus bijvoorbeeld de uh, persoonlijke stimuleringsregeling. En dat is een andere manier van toetsen, want dit is dus een conceptief krediet. Um, op basis van de hypotheek hebben we inderdaad op bruto inkomen. En ze gaan ervan uit dat de gehele hypotheek volledig annuitair wordt afgelost. Dus de mensen die nog een stukje aflossingsvrije hypotheek hebben, die zitten vaak lager in de maandlasten omdat ze alleen rente betalen. En die komen over het algemeen al gauw wel voor deze lening in aanmerking. Is natuurlijk altijd persoonsgebonden, want ze kijken ook of er kinderen zijn, of er een auto is. Maar vaak is het op deze toets vaak net iets meer mogelijk. Dus het kan dus zijn dat je niet meer op de hypotheek wat kunt krijgen, dat je een persoonlijke uh, stimuleringsregeling of een andere conceptieve lening van SVN wel past. In dit geval is het maximaal 10.000, die moet volledig annuitair afgelost worden in 15 jaar. Je ziet vaak een kortere looptijd, dat heeft meer te maken met de, uh, uh, ja, zeg maar de levensduur van de, de maatregelen. Um, dus 10.000 in 15 jaar aflossen kost je natuurlijk meer dan als je in de hypotheek zou kiezen onder 30 jaar. Maar ja, moet je over 15 jaar weer die zonnepanelen gaan vervangen, is het weer de afweging wat passend is. Dus daar zie je eigenlijk alweer direct het verschil van waarom is financieel advies belangrijk. Ja, voor de een is dit passende, en voor de andere is dat passende. Het is een uh, huidig rentetarief van 1,7. Dus dat is natuurlijk erg interessant ook weer ten opzichte van de hypotheekrentes die de afgelopen jaar enorm gestegen zijn. Eigenlijk zijn er vaak helemaal geen kosten voor het aanvragen. Um, wel als je natuurlijk misschien een stukje financieel advies zou willen. En vaak is het inderdaad mogelijk in combinatie van verduurzamen en lange thuiswonen. Uh, dus dat kan ook ja, een mooie uh, kans zijn zeg maar daarin. Bij SVN heb je ook een hypothecaire variant. Dat is eigenlijk dezelfde toets als bij banken. Dus als je bij banken of andere hypotheekverstrekkers er niet doorheen komt, zul je hier er ook niet doorheen komen. Plus hier moet je dus wel echt een nieuwe uh, inschrijving bij de notaris doen. Dus als een klant bij de bestaande hypotheek onder de bestaande inschrijving kan, dan uh, bespaart hij kosten. Maar we zien hier dus wel ook dat het huidige rentetarief nog erg laag is. Dus dat is een afweging natuurlijk van wat is dan passend voor de klant. Dus als de klant deze leningen niet kent, gaat hij wellicht voor die 4,5% lenen. Terwijl er ook uh, opties zijn voor 1,7%. Uh, dan zijn er natuurlijk ook alweer weer wat extra kosten. Maar ja, dan zal je in kaart moeten brengen, inderdaad. Van wat is het meest passende voor de klant? Moet hij ook al bij de bestaande hypotheek ook al opnieuw naar de notaris? Dan zul je misschien weer gauw naar deze variant uh, neigen. Dus hele kleine verschillen. Zijn allemaal goed uh, daarin. Alleen het verschilt echt per klant wat passend is uh, daarin. Dus dat, ja, dat is eigenlijk ook het doel wat ik wil laten zien. Een klant kan hier niet de keuze in maken wat voor hem wel of niet passend is. Alleen wij kunnen ze daar uh, verder mee helpen. Dan hebben we eigenlijk nog een hele mooie andere variant, en dat is de verzeelverlening. Um, ja, er wordt vaak gezegd overwaarde van de hypotheek. Overwaarde is eigenlijk wat is de woning nu waard en de openstaande hypotheekschuld. Dat verschil is de overwaarde. Um, deze is dus wel voor alleen de uh, oudere klant, om het maar even zo te zeggen, mogelijk. Vanaf tien jaar voor je AOW leeftijd kun je deze aanvragen, maar voor mensen die veel geld in de stenen hebben zitten en wellicht een klein uh, pensioen hebben, kan dit dus een hele mooie zijn. Dit zijn vaak de mensen die zeggen, ja, ik krijg toch geen lening meer bij de bank. Uh, de bank kent deze opties niet um, en dan zal dit dus een hele passende zijn. De bewoner hoeft geen maandlasten te betalen. Uh, het is dus eigenlijk, ze, ze gaan een bedrag lenen. De rente, die 1,7, moet ze wel betalen, maar die wordt bij de schuld opgeteld. Dus er moet wel voldoende overwaarde zijn. Daarom wordt er ook gerekend met 80% van de waarde... In principe vraagt het SVN standaard de WOZ-waarde op. Uh, maar het kan zijn dat de WOZ-waarde te laag is. Dan kan je het laten taxeren, waardoor er meer ruimte zit. Alleen de SVN die zou het misschien dan in de aanvraag afwijzen op de WOZ. En dan wordt niet direct gewezen op de optie van taxeren. Dus ook weer het belang van uh, weten wat echte opties zijn. Kan net weer voorkomen dat die klant niet echt afhaakt, maar dat er wel meer mogelijk is. Um, ja, de looptijd van de lening is in principe 75 jaar. Maar goed, dat is natuurlijk um, ja, op het moment dat de, de klanten komen te overlijden of gaan verkopen, wordt die schuld ook afgelost. Um, ik vind het altijd wel, het is een hele mooie variant. Uh, vanuit financieel advies vind ik het altijd wel heel erg belangrijk. Van, let wel op voor consequentie van de bestaande hypotheek. Ligt echt welke, welke hypotheekverstrekker je hebt. Maar het kan een consequentie zijn. als je deze achter de bestaande hypotheek zet. dat de klant met de bestaande hypotheek wat minder kan. En, ik breek er even op in, als je het goed vindt. Jazeker. Ik werk natuurlijk ook voor SVN. dus in die zin kan ik wel even aanvullen. Heel belangrijk is om zo goed mogelijk van tevoren. dus een goede inschatting te maken. van wat er werkelijk totaal nodig is. En dan is ja. er begroting genoeg. Dus als iemand zegt. ik wil nu mijn glas en mijn uh, spouwbierisolatie uh, toepassen... maar volgend jaar misschien die warmtepomp... maak gelijk in één keer een goede begroting... en dien op basis van die begroting dan die verzeelverlening aanvraag ja. in. En ook al ben je 80 of 100... je kan in theorie gewoon deze lening, als je maar overwaarde hebt... kun je hem gewoon nog steeds krijgen. Er wordt ja. geen krediettoets gedaan, alleen een moraliteitstoets. Dat is even als aanvulling. Ja. ja, maar inderdaad, er staat ook de ondertip... kijken naar de totale behoefte... Um, ja, deze moet je niet aanvragen voor alleen zonnepanelen aanschaffen eigenlijk. Je moet echt kijken, inderdaad, zijn er ook nog andere behoeftes? Uh, ook levensloop past dat daaronder, uh, zodat dat ja, in één keer duidelijk wordt voor die klant en niet dat ze dan over twee jaar nog weer andere behoeftes hebben. Maar er zijn een, een hele grote groep die denkt niks meer te kunnen en die uh, heel erg blij worden van deze optie. Uh, helaas is nog niet elke gemeente deze beschikbaar. Uh, dus uh, ja, ik denk dat dat echt een hele mooie aanvulling is. Maar daar komen we later ook nog weer uh, op terug. Zoals ik al zei, hadden we nu net natuurlijk even de uh, leningvariant van SVN binnen gemeente Eems Delta. Uh, zelf kom ik uit de achterhoek, provincie Gelderland. Die heeft weer een andere variant. Hebben we de toekomstbestendig wonen lening. Uh, zitten ook weer anderen in. Een mooi voorbeeld erbij is zelfs dat hier nog een stukje pluslening bij sommige uh, of gemeentes te inzitten. Um, dus ja, dat is eigenlijk inderdaad echt naar de woning voor duurzame en toekomstbestendig wonen uh, te maken. Um, in, in Limburg heb je meer de stimuleringsregeling Duurzaam Thuis. zijn ook weer hele mooie uh, regelingen. Alleen wat je al wel ziet, het is, er zijn ontzettend veel mogelijkheden, maar het is niet uniform. Um, dus het is al natuurlijk al voor de financieel adviseurs is dit al lastig, omdat het niet inderdaad uniform is. Uh, voor dit soort projecten is het allemaal lastig. Uh, voor klanten is het helemaal lastig, want die spreekt wel toevallig net met die vriend uit Limburg en daar kan het wel en hier kan het niet, uh, waardoor er veel onzekerheid uh, komt. Uh, maar het is zeker in ieder geval de moeite waard om te kijken wat het kan en uh, als gemeente ook verder te kijken van ja welke mogelijkheden uh, ontbreken er nog in ons uh, pakket zeg maar. Um, dus dit zijn eigenlijk de varianten die in combinatie met de gemeente en SVN gaan. En dan hebben we daarna nog het warmtefonds. Uh, die hebben ook eigenlijk uh, behoorlijke uitbreiding gehad. Uh, daarin heb ik hier kort via de, de vier opties die er nu zijn. Die ga ik ook weer even inhoudelijk verder toelichten. Even kijken nog met de tijd of we daar nog een beetje goed uh, in zitten. Maar volgens mij uh, is het nog te doen. Um, de warm, het warmtefonds is uh, echt voor energiebesparende voorzieningen. Deze, de energiebespaarlening, is de conceptieve variant. Dus qua toetsing is die gelijk als wat we net ook zagen met de conceptieve variant van SVN. Dus ook hierin komt de klant voor een hypotheek niet meer in aanmerking. Komen ze hier mogelijk wel voor in aanmerking? In basis is het maximale tarief 25.000. Er zijn een aantal andere opties. Maar we gaan niet alle. Uh, uh, ja, uh, uh, highlights bespreken... omdat daar de tijd voor kort is. Maar je hebt bijvoorbeeld een extra energiezuinig pakket... dan kun je meer uh, aanvragen. Maar in basis kom je terecht op 25.000. Dit is dus wel echt alleen... voor energiebesparende voorzieningen. Voor levensloopbestendige voorzieningen... zit dus die SVN-variant... of voor een volledige verbouwing... zit de hypotheek erin. Dus daar zou je natuurlijk ook naar moeten kijken... van wat valt daarin. Looptijd rente is vaak afhankelijk... van de hoogte van de lening... Dus uh, hoe minder je leent in een kortere periode en een hoger bedrag in een langere periode. Rente circa 4,5 procent. Ik heb hem even de afgelopen week niet meer gecontroleerd. Bij sommige uh, gemeentes zijn die weer lager, omdat daar dan weer aparte afspraken zijn met de gemeente of de provincie. Dus het warmtefonds kan ook weer met de gemeente of provincie daar ook afspraken over maken. En bij deze is ook een groot voordeel dat je hier sowieso geen leeftijdsgrens aan hebt. Bij een aantal gemeentes van de SVN zit er mogelijk wel een leeftijdsgrens aan. Uh, dus kan het zijn dat een klant ook zelf, en die gaan natuurlijk ook vaak zelf wat leningen aanvragen en wordt afgewezen omdat hij bijvoorbeeld al de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. Uh, en die denkt, ja, ik kan helaas niks meer, terwijl er nog altijd ook een uh, optie voor het warmtefonds is. Um, dus ja, dat is inderdaad, een klant ziet niet het verschil tussen de twee opties. Het is maar net waar ze op googelen en waar ze op terug op, uh, op de site komen. En dan kan het zijn dat een klant dus niet gaat verduurzamen omdat hij denkt dat hij wordt afgewezen, terwijl hier geen leeftijdsgrens aan zit, wat echt een, uh, een hele mooie en fijne bijkomstigheid is. Um, dan hebben we de uh, energiebespaarlening zonder rente. Die is natuurlijk ook wel wat meer in de media geweest. Die is misschien wel uh, voor veel mensen wel bekend geworden. Inmiddels is dat voor uh, uh, eigenaar en bewoners, als het verzamelinkomen lager is dan die 48.625. Hebben we het over bruto. Um, en dat is van, vastgesteld door de Belastingdienst het jaar ervoor. En hier wordt het verzamelinkomen, is het verzamelinkomen over fiscaal gezien, box 1, box 2, box 3. Dus het zit dus ook het inkomen over vermogen mee. Dus heb je een klant waar heel veel uh, vermogen aanwezig is, dan zou het verzamelinkomen wat hoger kunnen zijn. Het kan eigenlijk heel makkelijk bij de Belastingdienst opgevraagd worden wat het is. En waardoor je eigenlijk al kunt checken of een klant daarvoor in aanmerking komt of niet. Um, in principe is het zo, als een klant een lening aanvraagt bij het warmtefonds en ze vallen onder dit verzamelinkomen, heeft het warmtefonds direct de check en krijgen ze daarna de offerte ook uh, met 0% rente aangeboden. Wat wel belangrijk is, is inderdaad, ze moeten wel door die toets heen komen. Dus er moet wel ruimte zijn om nog een lening te kunnen krijgen. Uh, soms merk ik dat klanten denken van ja, ik kan die altijd krijgen, die renteloze lening. En ze hoeven geen rente te betalen, maar wel de aflossing. Dus het is niet zo dat je helemaal geen maandlasten hebt. Maar goed, feitelijk, uh, ja, aflossing is je eigen geld weer terugbetalen. Dus het kost je niet direct uh, de rente. Dus dit is een hele mooie uh, variant daarbij. Dan uh, hebben we eigenlijk uh, voor de mensen die, die dus niet meer regulier kunnen lenen, dus eigenlijk niet meer door de inkomenstoets komen. Hypotheek heb je dus altijd de inkomenstoets. De conceptieve variant heb je altijd de inkomenstoets. De verzilverlening niet de inkomenstoets, maar wel de waarde van de woning uh, toets. Maar dan heb je nog uh, de andere variant. En dat is de energiebespaarlening voor 5000 euro. Dus kan een klant niks meer lenen. Of stel, kan een klant nog 20.000 lenen, maar wil voor 25.000 verduurzamen, dan komt hij voor die 5.000 extra in aanmerking. Ook via het warmtefonds. Ook hier alleen energiebesparende voorzieningen. En bij deze variant hoeft de bewoner dus de eerste vijf, vijf jaar geen rente, maar ook geen aflossing te betalen. In principe heb je na vijf jaar wel een hertoets. Dus dan wordt er gekeken, is de financiële positie van de uh, klant veranderd. Is er dan wel financiële ruimte, dan gaan ze het resterende deel uh, wel aflossen, maar tegen 0% rente. En heeft die klant dan nog steeds geen financiële ruimte, dus die inkomstoetsen die dan op dat moment gelden, dan zijn de resterende 15 jaar ook geen maatlasten voor die klant. Uh, het is wel een lening, dus bij verkoop van de woning moet het wel terugbetaald worden. Um, het is alleen niet uh, een lening die nu Hyptcare wordt ingeschreven bij de notaris. De klant moet wel een soort verklaring afleggen dat ze die lening gaan aflossen. Uh, die checks zitten niet bij de notaris. Dus ja, ook dit weer als er een financieel adviseur aan gekoppeld is en ze gaan ooit verkopen. Welke uh, klant weet nog over 15 jaar dat het dit, uh, deze lening er wellicht nog is. Wordt het misschien vergeten en dat zou jammer zijn, want zou bij aanvraag van een nieuwe hypotheek zou het echt weer een probleem kunnen zijn. Dit gaat over relatief kleine bedragen, uh, maar het is wel goed om dat te realiseren uh, daarin. Maar dit is dus echt inderdaad, kan een klant niks meer, dan kunnen ze deze 5.000 lenen. Dit geldt in ieder geval uh, voor particuliere uh, eigenaar en bewoners. En dan hebben we nog een variant voor echt voor wijk aanpakken en dat is de energiebespaarhypotheek. Voor heel veel mensen nog onbekend. Ik benoem het bij elke wijk en bij elke gemeente als ik kom van, ken je het en meld je daarvoor aan. Je moet je daarvoor aanmelden bij het warmtefonds. Het is eigenlijk een beetje dezelfde variant als de stadslening, Die is misschien wat bekender bij sommigen. Maar de klant hoeft dus inderdaad, dus ze kunnen nergens meer voor een aanmerking komen. Dan kunnen ze maximaal 25.000 aan hypotheek krijgen om te verduurzamen. De eerste drie jaar hoeft die klant geen maandlasten te betalen. Dus geen rente en geen aflossing. De aflossing wordt eigenlijk in een andere lening ernaast, maar dat is een stukje theorie, daar ga ik nu niet te veel de diepte op in, wordt daarin opgebouwd. Er zijn wel vaker een toetsmoment na de drie, zes en tien jaar. Dus op drie jaar wordt gekeken, heeft die klant wel voldoende inkomen, dan gaan ze wel betalen. Heeft die klant weer niet voldoende inkomen, dan kan er weer uitstel aangevraagd worden om weer drie jaar geen maandlasten te hoeven te betalen. Uh, in principe is er dan na 20 jaar de mogelijkheid voor kwijtschelding van de schuld, maar ook daarbij gaat die klant tussentijds verkopen. En is er nog uh, uh, voldoende overwaarde in, dan moet die schuld wel terugbetaald worden. Dus het blijft wel in dat opzicht een lening. Bij verkoop moet die schuld terugbetaald worden. De bijkomende kosten, omdat dit echt een hipkere inschrijving is, zoals notaris, die worden vergoed door uh, het warmtefonds. Eventueel taxatiekosten ook. Financieel advies wordt niet vergoed. Uh, en daar zit natuurlijk wel ook een struggle. Uh, gelukkig is het wel verplicht om dit product met uh, financieel adviseur af te sluiten. Uh, maar ja, dan is natuurlijk wel de vraag wie uh, gaat deze kosten betalen. Dus ik denk dat daar ook inderdaad uh, een, een plan voor de gemeente uh, erg belangrijk is. Maar dat komt Rijn dadelijk nog uh, verder op terug. Um, en inderdaad, dat is nog ook wel een hele mooie. Dat geldt ook daarin. De uitvoering van de maatregelen mag maximaal twee maanden voor aanvraag liggen. Dus is er al wat uitgevoerd binnen die twee maanden, dan kan die aanvraag nog in gang gezet worden. Bij warmtefonds is het wel zo dat totaal die 25.000, dus stel dat die klant al een constructieve lening heeft, dan kan je dat uh, uh, ja, niet bij elkaar opstapelen. Uh, zeg maar. Maar het zijn echt hele mooie varianten. Dus volgens mij, daar, door alles wat we nu besproken hebben, zie je al heel gauw dat er voor elke bewoner wel iets uh, mogelijk is. En ja, dit is eigenlijk een beetje. Uh, als, als jullie en professionals niet overtuigd zijn van de mogelijkheden. dan gaan we dat al helemaal niet uitdragen naar de bewoners. Dus ik hoop dat wij als professionals allemaal overtuigd worden dat er echt veel mogelijk is. en dat we daardoor uh, ja, de, de bewoners uh, verder kunnen gaan helpen. Nou, zal ik de conclusie pakken? Uh, ja, neem ik het van je over. Lopen we volgens mij wel... redelijk op schema? Ja, fantastisch. Het gaat hartstikke goed wat dat betreft. Dus, uh... En ik ga gelijk even in op de laatste vraag die gesteld wordt: door wie zijn de wijken aangewezen voor de EBH voor de energiebesparinghypotheek van het Wartfonds? Dat zijn natuurlijk gewoon wijken die, die de, waarin de gemeente bezig is met een bepaalde wijkaanpak. Hey, noem maar even wat. Je bent in een proeftuin bezig. Je gaat in die proeftuin ga je. Uh, Zoeken naar de financiële mogelijkheden. Op dat moment kun je de wijkaanpak melden bij het Nationaal Warmtefonds om in aanmerking te komen voor die energiebespaarhypotheek. Chantal en ik hebben allebei bijgedragen aan de pilot van, van het Warmtefonds. Dus vanuit onze eigen expertise en vanuit onze eigen proeftuin. Dus Chantal vanuit AGM in Gelderland en ik vanuit de proeftuin Nieuw-Borgen hebben we gewoon de pilot gedaan, de landelijke pilot om te onderzoeken hoe je nou met die energiebespaarhypotheek om moet gaan... hoe dat product ontwikkeld moest worden. Nou, het is en blijft wel een dingetje, hoor. Het is niet een eenvoudig product. En vandaar ook dat die financiële adviseur dus absoluut noodzakelijk is. En daarom zegt het warmtefonds ook dat die gemeente dat moet betalen. En dan komen we dus weer op het verhaal, hè. Van, ja, die gemeente weet dat heel vaak niet. Op het moment dat hij dus zo'n wijkaanpak aanmeldt bij het warmtefonds... krijgt hij dat te horen. En dan moet hij nog even op zoek naar waar moet het budget vandaan komen... En gaan we dat financieren en bij welke financiële adviseur gaan we dat doen? Dat zijn hele ingewikkelde trajecten, kan ik je zeggen. Wij zijn al, Chantal en ik zijn al heel lang bij dit onderwerp betrokken en ook met heel veel financiële adviseurs in gesprek geweest. En het valt ons ook op dat die branche ook, ja, die heeft het te gemakkelijk gehad, mag ik wel zeggen, durf ik ook wat te zeggen. Want zo is het natuurlijk gewoon geweest. Die woningmarkt die, 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 die steeg. Die, ja, die, ze verdienden genoeg, om het zomaar te zeggen. En er waren heel weinig adviseurs die hier heel veel tijd en energie aan staken. Deels ook omdat ze gewoon domweg er ook gewoon te weinig tijd voor hadden. Laten we ook gewoon realistisch blijven. Nu de markt wat rustiger wordt in die hele koopsommarkt, zie je ook dat die adviseurs wel beginnen te, te piepen van hé, hey, misschien moeten we toch eens even in gesprekken, moeten we toch even kijken. Energieadvies wordt natuurlijk sowieso belangrijk in die hele verduurzaming. En op welke manier kun je ermee omgaan? Nou, wij hebben inmiddels wel geleerd dat het heel erg belangrijk is dat je lokale adviseurs weet te vinden, financiële adviseurs weet te vinden, die ook betrokkenheid hebben met het gebied. Zodat ze ook die taal van die inwoners spreken en precies weten van de gemeente. Hoe ziet het project eruit? Wat zijn de spelregels binnen het project? Welke subsidies zijn er? Welke leningsoorten zijn er, et cetera, et cetera. Dus het is nog wel een heel ingewikkeld, ingewikkeld traject, ook om die financiële branche mee te krijgen. Nou, Chantal en ik zijn samen ook bezig of hebben een masterclass inmiddels ontwikkeld, speciaal voor die financiële adviseur. Zijn daar ook over in gesprek met BZK en het ministerie van Financiën, om te kijken dat we daar een soort ja, uniform traject voor kunnen doorlopen in Nederland. Dat is wel een hele belangrijke. Maar voor jullie als gemeenten, ik kijk even naar de, de, de deelnemers in dit webinar van die, die uit overheidsland komen, zeg maar, van gemeente, gemeenteland. Kijk heel nadrukkelijk naar bijvoorbeeld, dat is een hele simpele minister misschien, maar welke maatregelenlijst heb je hangen aan je eigen duurzaamheidslening die je bij SVN hebt, hebt geregeld? Zitten daar alle maatregelen in? Ik kwam vorige week nog een tegen die zei, ja, ik wil graag ook de batterij erbij in hebben. He, energieopslag. Ja, die staat niet op de maatregelenlijst en vervolgens wordt de lening afgewezen. Ja, ja dat, zijn, dat zijn natuurlijk dingetjes wat gewoon doodzonde is. Het wordt een ander verhaal als iemand een Tesla wil kopen, hè? laten we wel zijn. Die komt soms ook voorbij, hoor, zo'n soort vraag. Dus maar gewoon die maatregelenlijst even goed onder de loep nemen en stel hem zo ruim mogelijk op. Ga in gesprek met SVM, maar ga ook in gesprek met het Warmtefonds. Dus kijk welke mogelijkheden er zijn. Nationaal Warmtefonds is er natuurlijk niet voor niks. Er is er gewoon een hele pot met geld beschikbaar voor die hele warmtetransitie... Voor gewoon de hele massamarkt, om het zo maar even te zeggen. En dan kun je zeggen van ja, die. Uh, creatieve oplossingen, die hebben we nu, nu bedacht voor die 5000-euro-regelingen voor de energiebesparinghypotheek. Maar natuurlijk, de massamarkt kan het gewoon betalen en verdient het ook gewoon uh, deels terug, of helemaal terug, vanuit de besparingen. Hè? Laten we wel zijn, even bij normale energieprijs. Dus ik praat, praat mezelf een beetje tegen bij het begin van de opening. Maar ja, uiteindelijk, door minder energie te gebruiken, kom je uiteindelijk ook op minder kosten. En zeker op veel meer comfort. Dus je moet daar nadrukkelijk naar kijken, maar ga in gesprek met de partijen die hier mogelijke oplossingen voor kunnen bedenken. Daar gaat het mij even op. Ja, hoe betalen we dan die kosten van die financiële adviseur? Die, die, die kosten van zo'n zo hypotheek, hè, van een formulierenbrigade, et cetera. Oftewel mensen die helpen in het hele traject, ontzorgen in het hele traject van aanvragen van subsidies, aanvragen van leningen. Nou, dat is best nog wel een dingetje. Dus je moet proberen om te kijken van... nou, maak je daar apart budget voor vrij? Bij een SVN-lening kun je het ook mee financieren. Bij een warmtefondslening kun je het bijvoorbeeld... kost advies weer niet mee financieren. Dus iedere, en dat is ook de ellende in Nederland... iedere uh, loketje heeft zijn eigen spelregels. Ja. Dus dat is, het is echt een dingetje. SVN werkt met begrotingen, warmtefonds werkt met offertes. Sommige gemeenten zeggen, ja, die begroting is me niet goed genoeg. Ik wil ook offertes. Nou, ga nu naar een installateur en zeg van... luister eens, ik wil graag een offerte voor een warmtepomp. Nou, ik heb het zelf geprobeerd. De installateur zei, je krijgt een prijsindicatie. Je bent over anderhalf jaar aan de beurt. Maar je krijgt alleen maar een prijsindicatie. Nu heb ik de middelen wel, maar nu wil ik een lening afsluiten. Ja, dan kom ik dus niet verder, want ik heb nog steeds geen offerte. Dan kan ik misschien een fictieve offerte krijgen. Maar dat zijn dus wel hele lastige trajecten. En wederom... Het begeleiden, het ontzorgen. En dat ontzorgen bestaat uit A. Het traject van helpen, gewoon stomweg helpen. Eerst informeren trouwens, welke mogelijkheden er allemaal zijn. En daarna ook het helpen bij het aanvragen van een subsidie, aanvragen van een lening. Nou, en dan is natuurlijk de vraag: ja, hoe kun je deze kosten ergens uh, goed, ja, goed maken? Mag je daar geld voor vragen? Ja, je kan natuurlijk voor adviseren. Kun je, gewoon, je kan gewoon financieel advies maken. Dat kost gewoon geld. En dan hoor ik heel veel partijen altijd roepen... ja, 2500 euro of 3000 euro, dat is toch belachelijk veel geld? Nou, dat is, als je goed diep inzoomt, is het helemaal niet veel geld. Dan moet je maar eens kijken aan welke eisen zo'n financiële adviseur moet voldoen. En hij moet zijn, zijn trainingen doen, zijn PE-trainingen. Hij staat onder toezicht. Hij moet, ze, hij moet rapportages toestaan. De AVM komt bij hem op bezoek. Uh, kijk eens hoeveel uren dat hij maakt. Hij moet... Uh, Kijken naar pensioeninkomen, hij moet kijken naar werkloosheid, je moet kijken naar bezorgskracht, je moet kijken naar de gevolgen van echtruiding. De leeftijd eh, moet je in de gaten houden. Dus er zijn een heel aantal aspecten wat je allemaal mee moet wegen in zo'n financieel advies. Vandaar ook dat we pleiten, je zou eigenlijk een soort tussenweg moeten komen, dat je toch met een soort, ja, een lichtere vorm van financieel advies in die wijk aanpakken. Maar dan heb je wel een, dat je daarmee mag werken, maar dan heb je dus wel lokaal bekende mensen nodig die ook. Ja, aangesloten zijn in jouw hele projectaanpak. Ik denk dat dat absoluut een absolute vereiste is. Ik heb Rijnt nog even een vraag, uh, die al een paar keer opkomt, is um, kan een gemeente inderdaad iemand in dienst nemen als financieel adviseur? Want volgens ja. mij is per gemeente <laughs> heel erg de vraag. Ja. Hè, we zien gemeen, veel gemeenten zien dat ze te weinig kennis hebben en uh, ze willen hun particulieren goed ontzorgen. Hoe kunnen ze nou dat het beste regelen? Er wordt net zelfs ook al gevraagd of het betaald kan worden uit een Subsidie voor capaciteit uh, decentrale overheden. Um, um... Ja, uit welk potje het komt, ik onderbreek je aan, maar ik probeer hem ook even te beantwoorden. Uit welk ja. potje het betaald zou moeten worden, dat blijft natuurlijk een lastig dingetje. Sommige gemeenten stellen daar geld beschikbaar voor. Uh, Sommigen sluizen het in in de aanpak van zo'n wijk. Ik bedoel, als ik kijk naar het Volkshuisvestingsfonds, toch wel een mooi voorbeeld, denk ik. Ik ben samen met vijf, een vijftal gemeenten. Uh, heel intensief met dat hele traject bezig om te kijken stapje voor stapje, wat komen we allemaal tegen in de uitwerking van die, van die wijkaanpakken. Nou, daar integreren we financieel advies en de kosten van ons zorgen, integreren we gewoon in die wijkaanpak. Hè? Je, je, ja, je moet zorgen dat het, het is gewoon noodzakelijk, je moet zorgen dat het gefinancierd wordt. Op de vraag of je als gemeente zelf een financiële adviseur in dienst moet nemen, nou, dat vind ik wel heel twijfelachtig, eerlijk gezegd. Want die gecertificeerd adviseur moet onafhankelijk zijn. Hij moet gecertificeerd zijn. Hij moet gecertificeerd blijven. Uh, in theorie kan het, natuurlijk kan het. Maar ja, hoe lang houdt zo'n gemeente zo iemand dan in dienst? Ja, uh, en ik ben inderdaad dan ook heel even, als ik mag inbreken. Uh, je zit dan natuurlijk onder welke vergunning? Want als iemand in dienst komt uh, bij een bank, val je onder de vergunning van de bank of bij een tussenpersoon. Uh, en de gemeente heeft natuurlijk niet die AFM-vergunning. Uh, daarin. Dus dat is dus, denk ik een uitdaging. Dus ja, dan, dan kom je al met een, een, een ZCP-adviseur, uh, ja, maar dan is het onder de eigen vergunning. En je zit inderdaad met die adviesnota's natuurlijk die in principe aan de klant gericht zijn. Uh, dus, da dat, dus dat is nog wel inderdaad uh, de uitdaging uh, daarin, denk ik. Ja, ja die... daarom, die, dat traject is nog niet gelopen, om het zo maar te zeggen. Nee. Maar ik zou echt gemeenten zelf afraden om zelf iemand in dienst te nemen. Ik zie nu al gemeenten die dat. Die dat, ja, die dat ik, ik weet de gemeente niet, ik zal geen namen noemen, maar die het gedaan heeft. Waarbij die. Wij hebben nu inmiddels een financiële adviseur opgeleid. Nou, toen zoomde ik in. Ja, dan denk ik, die heeft niet eens de papieren. Ik zei: Weet je nu wat je doet? Ik zei: Binnenkort heb je de AFM op bezoek. Want je hebt helemaal geen gecertificeerd adviseur. Ja, nee, maar hij kan het toch? Ja, nee, maar dat is dus niet voldoende. De wetgever ja. is heel duidelijk op dit vlak, hoor. Dus dat moet gaan, je dus die ook van... denk ik wel, sorry, bij coöperaties. Er, er zijn ook in dit webinar een aantal coöperaties. En die willen ook heel graag uh, hun leden en uh, bewoners in, de, in het gebied waar ze actief zijn ondersteunen. Um, en daarvoor is het dus ook belangrijk om te weten dat, dat ja, de, de certificatie van die adviseurs moet op orde zijn. Ja, ja klopt. Ja, en, je, en je hebt natuurlijk ook inderdaad van, want dan mag je alleen die... Financiële gegevens opvragen van een klant. Het is niet alleen de, de postcodegegevens, je vraagt alles op van de klant. En hoe moet je het bewaren? En hoe gaat het dan over nazorg? En daar, daar hamer ik altijd op. Het lijkt heel makkelijk, maar het traject van financieel adviseur is eigenlijk best ingewikkeld in dat opzicht. Ja. Nou ja, dat merken wij steeds. Hè? Die financiële branche is niet uh, volledig mm. goed aangehaakt. Het is dus ook zelf niet goed aangehaakt. Nee. Gemeenten zijn niet goed aangehaakt. Dat is helemaal geen verwijt, want het, het is helemaal niet vreemd. Dit is een hele ingewikkelde uh, materie waar we met elkaar moeten zoeken naar alle oplossingen. Ja. Dan heb je dus heel veel partijen en aanbieders. Ik zag ook ergens een opmerking voorbij komen. Ik heb hoor helemaal niet een normale commerciële bank noemen. Nee, natuurlijk kun je ook bij een gewone commerciële bank een PL afsluiten of doorlopende RIDE afsluiten. Of je hypotheek oversluit. Je hypotheek oversluit is, er, is nog één. Maar goed, als je de mogelijkheid hebt om bij het Warmtefonds of bij SVN een lening af te sluiten. ga je niet voor, voor uh, dubbele tarief naar uh, ABN Amro of, uh, of de Rabobank natuurlijk. Nee, maar een dan... bank valt natuurlijk ook gewoon onder de hypotheek. Dat is juist ja, onafhankelijk. Hypotheek, uh, pensioenfonds, verzekeraar, ja. dat is gelijk. Uh, nee, dat wel. Maar om een, ja. om een aparte lening af te sluiten, consumptieve lening, persoonlijke lening zeg maar af te sluiten. Ja, dan zou ik zeggen, van ja, kijk, eerst toch eerst even bij de reguliere partijen als Warms ons en SVN. Want dat is gewoon, ja. daar ben je ook gewoon goedkoper uit. Zo simpel ligt het natuurlijk. En inderdaad, wat ik nog even wil aanvullen, ook met uh, de, de, de kennis van alle andere producten. Naast hypotheken is bij de meeste financiële adviseurs niet aanwezig. Uh, dat is echt uh, een, een feit, inderdaad. Dus wat ik hier nu bespreek is bij de meeste financiële adviseurs niet aanwezig. Die zijn eigenlijk hypotheekadviseurs. Dus inderdaad, die werken bij een bank of bij een, een, een tussenpersoon, maar kijk alleen hypothecaire gerelateerde producten uh, daarin. Ja. Ja. Ik heb zelf een gesprek gevoerd in een wijkaanpak met een grote bank, ik zal geen namen noemen, iedereen kan hem straks wel invullen, <laughs> maar waarbij de lokale medewerkers en de lokale directie zeiden van tuurlijk, wij gaan meedoen. Ze schoven drie, vier keer in het overleg bij en vervolgens riep het hoofdkantoor ja hallo, maar dit gaan we niet doen. Nee. Jullie gaan toch niet bezig dat je ook een RVO-subsidie aan gaat vragen voor die klant? Daar worden jullie helemaal niet voor betaald. Dus om even aan te geven hoe het elk al zit. Dus het is wel een heel lastig dingetje. Ik zie trouwens ook uh, nog een. Ja? Kwart over vier. We hebben nog, uh, ja, ik heb nog één sheet. Niet onbelang. Erft nog eentje hierna. We gaan ja. nog even doortikken, uh, Chantal? Dus met name, waar is nou bij jullie de behoefte aan? Lever vooral input. Dat zou ik mee willen geven ook richting verbouwstromen. En of eventueel richting ons. Uh, onze mailadressen, et cetera, staan er ook bij. Dus je kan ons ook vinden. Uh, we horen ook graag over welk onderwerp je eventueel een verdieping zou willen, wil, willen hebben. Uh, relevante wijzigingen op, op financieel gebied willen we ook in een vervolgwebinar nog een keer met jullie delen. En natuurlijk ervaringen. Ervaringen. Hoe, hoe, wat kom je tegen onderweg? Hè? Hoe kunnen we elkaar verder helpen? Dat is een hele belangrijke. En ik wil nog even aanvullen met de volgende sheet, uh, Chantal dat is een hele belangrijke de disclaimer. Ik zie net in de bij de questioners en de er staat, kan ik de financiële menukaart, de placemat waar ik het dan over gehad heb, van ik heb zelf een financiële menukaart ontworpen voor mijn proeftuin, echt een placemat letterlijk. Die hadden we net klaar en gingen hem uitdelen en vervolgens was er weer iets gewijzigd. Ja. Dat is precies deze disclaimer. Wij hadden de regeling met het warmtefonds, het toetsing komen was 45.000 45, euro. Dat is nu 48.000 euro. De subsidie die beschikbaar is vanuit potje X... die is vandaag 5.000 euro, maar morgen is het potje leeg. Ja. Het budget van een verzeelverlening bij gemeente Amsterdam... ik zeg maar even wat, ja, dat was niet toereikend. Dus die hebben gezegd, we stoppen even met de verzeelverlening. Dus je hebt continu zaken die wijzigen. Ja. En dat maakt het ook zo ver... ik mag niet vloeken, maar verdomde lastig zou ik bijna zeggen. Ja. Dus vandaar ook dat wij de disclaimer hier hebben opgenomen... Ja, dit is informatie die je nu van ons krijgt. Morgen kan het weer anders zijn. En niet om je bang te maken, helemaal niet, maar wees daar attent op. Dat is een beetje onze boodschap. Ja. ja. Nou, ja. de volgende sheet is gewoon van onszelf. Uh, dacht ik even uit mijn hoofd, uh, ja. waar onze gegevens met staan. Contactgegevens, precies. En, ja, dan kom je eigenlijk terug bij jou, uh, Harmke, als uh, initiatiefnemer. Yes. Ja. Nou, super bedankt. Ja, we hebben jullie uitgenodigd met name omdat we inderdaad vragen kregen en signalen dat er en bij gemeenten en bij heel veel ander, een aantal andere stakeholders gewoon wat meer kennis nodig is over, uh, over de financiering uh, van, van woningverduurzaming voor particulieren. Dus inderdaad, VVE's zijn hier buiten beschouwing gebleven. Want dat is eigenlijk weer een webinar apart. Uh, wat we misschien ook nog gaan organiseren. Um, nou, we hopen dat, we, dat, uh, dat dit geholpen heeft voor jullie om um, um, uh, een wat beter beeld te krijgen bij welke uh, financieringsmogelijkheden er zijn zijn voor particulieren uh, en ook wat, uh, ja, wat je als gemeente zou moeten kunnen willen doen om uh, dat lokaal in te regelen om je, om je bewoners te ontzorgen. Uh, daar willen we ook nog een vervolgwebinar voor organiseren. Uh, en ondertussen wordt er achter de schermen hier hard gewerkt aan het maken van een samenwerkingscoalitie. Uh, met relevante landelijke partijen, maar ook regionaal, om te kijken hoe we eigenlijk continu dit uh, kunnen optimaliseren. Hè? De, 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 de subsidie of de, in ieder geval de financieringsmogelijkheden en de klantreis voor de, voor de bewoners. Um, uh, er kan inderdaad heel veel, uh, maar het is nog complex en soms onderzichtig, waardoor particulieren nog onvoldoende vertrouwen hebben. En nou, dat is iets waar we de komende jaren aan moeten werken. En aangezien wij werken aan het, het aan het Opzetten en het marktpartij faciliteren bij het uh, laten ontstaan van verbouwstromen. Ja, is de droom ook dat dat proces soepel verloopt en dat de afhaakmomenten voor de particulier als het gaat om financiering verdwijnen. Uh, en het misschien ook gewoon integraal aangeboden wordt bij je woningverduurzaming uh, in plaats van dat je weer naar een ander loket moet. Nou, dat zijn allemaal toekomstdromen waar we uh, hopelijk in de komende periode uh, stappen. Uh, op nog, Ik wil nog graag één uh, toch nog even weer attenderen op die voorfinanciering ISDE. Als je überhaupt enigszins geïnteresseerd bent, stuur even een mailtje naar Martine Niesenk, ja. uh, WCCG. Want dan krijg je gewoon meer info daarover. En kun je misschien ja. dat webinar volgen. En dan maak je daarna de keuze wat je wilt als gemeente. Yes. Um, dus laat het ons vooral even weten uh, wat je van dit webinar vond. Ik krijg een Ticky van mijn collega dat inderdaad de, de verbouwstromen mailadressen eindigen op .nu in plaats van .nl. Dat is even bij mij misgegaan. Dus um, .nu in plaats van .nl. Um, laat ons vooral even weten wat inderdaad jullie wensen zijn, uh, of jullie dit webinar als waardevol ervaren hebben. Jullie krijgen allemaal van ons de slides toegestuurd. Um, en ook uh, de Q&A, zodat jullie dat nog rustig na kunnen lezen. Um, en uh, zodra er een vervolgwebinar georganiseerd wordt, dan, uh, dan komen we bij jullie in de lucht. Uh, en dan uh, nodigen we jullie weer van harte uit. De opname trouwens van dit webinar krijgen jullie ook meegestuurd. Dan wil ik iedereen heel, heel hartelijk bedanken voor... Uh, voor zijn en haar deelname. En Rijnt en Chantal, ontzettend bedankt voor het delen van uh, jullie kennis en ervaringen. En uh, ja, we hopen dat we daarmee de energietransitie weer een impuls hebben gegeven vanmiddag. Ik zit even te kijken, zijn de vragen inderdaad beantwoord of zijn er nog openstaande vragen? Er zijn nog een ja, paar openstaande even, vragen. Ik ben nog een aantal aan, aan beantwoorden nog. <laughs> Ga rustig door. We, ook de mensen die nu al. Er zijn al een aantal mensen vertrokken nu, maar dan kunnen we die nog gerust. Uh, die sturen we toch na. Dus die kunnen we nog meesturen. Uh, mee dus je, je kan nog even. Er zijn nog een paar vragen open. Ja, ik zie inderdaad, Rijntje, inderdaad, over die nieuwe hypotheek zie ik daar nog een vraag. C. Doken. Lijkt me op zich geen probleem. Is toch uitvoerende energie. Ik weet niet wat C. Doken, wat betekent dat? Nee, dat weet ik ook niet. Ja, dat stond er. Heb ik nagevraagd. Dat is de subsidieregeling van RVO. Die staat al bij de beantwoorde vragen. De, die link is ook al erin gezet. De tijdelijke regeling capaciteit, decentrale overheden oh, voor en energiebeleid. <laughs> nou, zo zie je me weer, weer een nieuwe. <laughs> ja, maar dat is echt voor capaciteit. Dus dat ja. is volgens mij eigenlijk... Um, ja, dus als een gemeente wel iemand in dienst neemt, waarvan jij net zei, misschien niet zo'n uh, zo goed idee. Nee, dan moeten ze echt het geld gaan besteden door inhuur van een gecertificeerde adviseur. Dan ben je er, ja, sta je er verder vanaf. Ja, precies. Ja, dus dat. Um, um, en er werd ook wel, die heb je al beantwoord. Ja, ja, er worden ook nog wat detailvragen gesteld, hè, waarvan je. Zeg van neem even contact op. Ja, mailadres WTCG, dat staat op die, uh, op in onze presentatie. Dus ja, dus die in... krijgt iedereen thuis gestuurd. Ja. Uh, als als je mensen helpt met ISDE aanvragen, val je dan ook onder de WFT-eisen? Dat vind ik ook nee. wel een goede vraag. Ja, tenminste, nee. De nee. ISD is een subsidie, dus daar zit ook de crux natuurlijk. Dit is gewoon ja. informeren. De klant machtigt je echt als persoon of als intermediair? is een speciaal machtigingsformulier die de klant tekent uh, om het ja. eigenlijk te regelen. Dus ja, je gaat ook niks zeggen want het RVO beslist daarover. Maar goed, dat is inderdaad, misschien moeten we dat nog even typen. Ja. Ah, um, oh, wordt ook al inderdaad op gereageerd. Ja. ja. En ik zie inderdaad dat er nog iemand zegt van, dat ze ook al werken met de maatwerkinformatie. En ja, wat ik zelf nog interessant zou vinden, is om, maar dat is misschien een vervolg ook van, ja, waarom zou je nou als gemeente wel of niet een bepaalde lening willen inregelen? Er was ook iemand die schrijft net van, wij zijn gestopt met een bepaalde lening ja. als gemeente, maar nu zouden we dan weer wel, hè, wat is het afwegingskader waarom je als gemeente iets wel of niet gaat inregelen met het warmtefonds of SVN? In gesprek gaan en onderzoeken, samen onderzoeken welke mogelijkheden dat het het beste zijn. Ja. Ja, ja, want dat, dat is ook afhankelijk van je lokale situatie. Hè? Van, precies, uh, en van je wijkaanpak voor, en van je, ja, je proeftuin. Precies, bewoners. Ja, ben wat je voor type met de warmtenet bezig. Dat pas over bij mij in de straat krijgen we waarschijnlijk een warmte net met aquatemie, maar dat duurt nog twaalf jaar. Hoe ga je dat ja. nou organiseren en hoe gaan ja. we dat financiële traject in die komende twaalf jaar organiseren? Ja. Ja, dan wordt er een keer gevraagd inderdaad voor een totaaloverzicht. Maar ja, dat is dan inderdaad al dat het niet landelijk ja, dekkend is. Die weet ik wel. Uh, je hebt een uh, bij RVO, nee, dat is intussen ook bij verbeter je huis. Ja, maar dan ga je van ene website naar de andere website. Inderdaad, eigenlijk wat we nu zien, zou je in een één een, een, een overzicht willen hebben. Alleen het verschil per gemeente, waardoor er geen... Uh, dat is RVO nu aan het maken. Dat is RVO weer aan het maken, uh, weet ik. Uh, dus dat kunnen we even bijzetten. En uh, volgens mij heb je op Verbeter Je Huis heb je ook een energie-subsidiewijzer. En ja, maar niet je... van de financieringsmogelijkheden, zeg maar. Wat zeg je? Dus de, van de financieringsmogelijkheden. Nee, dat klopt, ja. Nee. Klopt, ja. Ja, dat is dan weer het nadeel. En het is wel inderdaad... Maar goed, dan zouden we ook even daarvoor naar kijken. Um, de... de ja, de vloerisolatie is niet alle vloerisolatie. En daar gaat het dan vaak in de praktijk ook weer uh, mis, ja. zeg maar. Ja.